Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een mukbang opnemen, want we hebben net sushi besteld en we hebben er heel veel zin in. We gaan als we het eten gewoon een beetje kletsen, een beetje storytime en zo. Ja. Hier is John van de dingen die we niet weten. Nooit is gefilmd of nooit is gezegd. Dus ja. Keyboarding. Luna is er vandaag ook niet, want ze is ziek. Ja. Helaas. Maar ze is er de volgende video gewoon weer. Ja. Dus dat is ja. Oké, okay, let's get this party started! Oké, okay, mogen we er eerst over? De kleine. Luister, ik ga dit zo fout doen met dit ding. Ik ga het echt laten vallen. Oké. Ik kan al met stokjes eten. Ik in je mond! Mm-hmm. Ik pak pas niet met mij. Ik verpand het niet. Yo. Jawel. Waarom die kleintjes? In één keer. Het zijn nog die kleine komkommertjes en zo, hè? Oké, okay, wacht. Vroeger waren we in dan, man. Oh. Vroeger waren we op echt zo. Maar het is heel erg, zeg maar. Het is logisch. Mensen, zeg maar, als ik bijvoorbeeld reageer op oude video's, kan ik mezelf echt niet uitstaan. Ik kan mezelf ook niet serieus nemen. Ik kan het niet. En mensen reageren dan ook van... Oh, wat leuk! Of ze reageren ze van, waarom kijk je zo naar jezelf? Hoe je vroeger was. Ja. Maar sorry, maar ik kan het gewoon niet uitstaan. Maar iedereen vindt het volgens mij. Ik kan echt niet naar mezelf kijken. Ook van nu, hè? Ook van nu. Als ik nu niet van mezelf terug moet zien, ik kan het niet. Jongens, waar hebben we het net over? Onze behind the scenes video. Van fake. We keken er zo naar. Ik kan er ook niet naar kijken. Maar het valt ons heel erg op dat bijvoorbeeld Flora en ik de hele tijd een beetje weg zijn. Zo. Een beetje eigen wereldje de hele tijd. Zelf wat doen. En jij en Luna kunnen dat ook nog wel hebben. Maar wel veel meer, zeg maar, dat jullie serieus kunnen zijn. Ja, dat jullie gewoon uitleggen gaan en zo. Wij zitten de hele tijd gewoon niks te doen. Wat doen wij? Op een gegeven moment was het een heel leuk video. Vergeten, ik moet die koek hoor. Toch wel. Is het lekker? Ja. Okay. Zo is het echt. We hebben dat zelf niet door. Want we praten echt heel veel door elkaar. Ja, nu ook. Ik kon het ook gewoon letterlijk niet volgen. Ik kan ons niet volgen. Het is... Bij de vorige rondpering had ik ook helemaal door. We praten alleen maar door elkaar heen. Weet je nog, de eerste keer toen wij sushi proefden was met elkaar. Toen vond ik het echt vies, weet ik nog. Oh my god, ja, ik vond het lekker. Dat was bij toen we wat setje gingen doen. Ja. Bij, hoe heet ze? Ik weet het niet. We hadden vroeger een boekje waar we allemaal verhalen in schreven. Heb je dat gedaan? Ik heb het boekje nog laatst gevonden. Ik had het ook? We hadden het allebei. Oh ja! Ik ben het kwijt. We hadden bijvoorbeeld als we een dag samen waren, hadden we dat allemaal opgeschreven. Hoe die dag ging. En het was echt het begin. En ik heb de eerste keer dat we samen wat hadden gedaan. Bij dingen is het bij jaartijd. Bij ze, oh, wow. Ik heb het ook nog. Ik heb allemaal foto's erbij geplakt en zo. Oh, echt? Ja. Oh my god. De volgende keer. We moeten, als jullie een video willen over, zeg maar, dat we die boekjes gaan voorlezen of zo, verhalen eruit. En ze schreven ook heel raar erin. We schreven echt zo. Ik heb volgens mij echt raar. Gewoon woord van dingen. Maar dat soort dingen. Maar dat zijn dus echt zo maar de eerste 20 dagen dat we samen waren of zo. Toen hebben we het opgegeven. En daarna hadden we het opgegeven. Ja, we waren samen. 5 jaar lang, jongens. Oh, dat was een heel grappig boek. Dat was gewoon 20 boeken. Ja. Ja. Dus als jullie dat willen of zo, dat had ik eigenlijk vandaag moeten meenemen. Dan konden we naar het kijken. I don't remember. Ik ben echt niet. Ik ben helemaal mijn dagboek grappig. Wij schreven het samen. Zullen we die openmaken? Ja, probeer het in één keer op te eten. Okay. Het gaat grappig. Oké, wat moet ik doen? Je kan het. Zie je? Zie makkelijk. We moeten in één keer. Hebben wij eigenlijk iets wat uitspoken is tussen ons vier? Je hebt altijd in een vriendschap. Eerlijk, je hebt altijd in een vriendschap weer iets wat nooit besproken is, maar wat er wel is. Hebben wij dat ook? Nou, pak dat. Ik kan me niks herinneren. Het is eigenlijk niet echt wat unspoken is. Nee, eigenlijk hebben we het er ook nooit met jou over gehad. Nee. Eigenlijk heb je het er nooit echt over gehad. Dus we wisten dat het zo aan het was. En we hielpen het er ook maar nooit over gehad. Oké, okay, dus. Ik zal het even heel snel. Ja. Ik heb paniekaanvallen. Dat houdt in dat je dan gewoon in paniek raakt. Door, het is geen reden. Het is gewoon, als het heel druk is. Maar ik kan het ook thuis hebben. Weet je, ja, als het ook thuis hebben. Ja. En ik heb het gewoon minder vaak thuis. Want ik meer gewoon chill voel. Maar als ik ergens anders ben, kan ik het sneller hebben. Pak hem ook. En dus dan, echt goeie, man. Ja? En dan ga je zeg maar, ik zorg benieuwd dat je gaat hyperventileren en denkt dat je doodgaat. Dat is eigenlijk best wel kut. Maar het gaat nog steeds beter. Ik leer trucjes, dus dat is wel echt heel fijn. Ik weet dus zeg maar meer hoe ik mezelf moet focussen op dingen die er zijn. Maar die er niet zijn en wel zijn. Mm-hmm. Het is heel fijn. Oh ja. Ja, oh my god, ik heb ze naar Flora een keer gestuurd tijdens een paniekaanval, dat had ik gezien op Instagram, tijdens een paniekaanval moet je 5 dingen bedenken
wat je kan eten ofzo. Focus je zorg gewoon op andere dingen, waardoor je de moed van weg. Oh, fijn dingetje dan. Maar wat jullie dus niet weten, is dat Flora het soms heeft tijdens meet and greet. Ja. En dat is heel kut. Want zeg maar, dat hebben we echt wel een paar keer gehad. Ik denk nu 5 keer. Maar ook bij tienerdag was heel heftig. Tienerdag was mijn allerheftigste keer. Ik heb wel vaker erg gedicht, maar dat was heel heftig. Ja. Je vond dat we van die stand gingen. Oh. Van die stand. Ik moest zeg maar lopen van een achter het podium naar de stand. En er waren gewoon heel veel mensen en dan ook mensen herkenden of zo. Ik weet niet, dan raak ik gewoon in de stress. Ja. En dus vooral toen, want die mensen dichtbij komen. En dan komen ze heel dichtbij en dus toen had ik het, dat was jammer. Dat is heel stom, want je wilt zeg maar de hele rij afmaken. Je wilt niet mensen zeg maar. Nee, je wilt niet mensen skippen. Mensen skippen of zo, weet je wel. Ja, precies. Maar op zo'n moment weet je niet wat je moet doen. Op zo'n moment denk je echt van shit. Ja, ik weet nog, ik voel me zo lullig, want ik ging met India wat mee en Luna ging nog een foto maken. Anja, ik had toen een prikkel op. Ja. En dat toen we uit die meet and greet dingen. Ja. Toen ging Ina letterlijk rennen naar het dingetje. Ja. Oh, en dat komt dan zo snel zo naar over. Dan denk ik mensen. Ja, precies. Dat is echt een doos. Dus ik is er volgens weg. Maar er zitten wel meer dingen achter. Er zitten heel veel dingen achter. Dat is heel vaak zo. Ja. Echt heel vaak. Want wij zijn echt niet van die personen die daar soort van weg zouden over. Nee, zeker niet. Nee, wij zitten ook al. We hebben nooit nee gezegd tegen een fan. Nee. Die foto nooit. Echt nooit. Nee. Ook als, zelfs als we zijn aan, zelfs eten we, zelfs moeten we aan eten. Bijvoorbeeld zitten we aan tafel ergens op bij. Dus dat zo. Als fans dan nog vragen voor een foto, zeggen we nog steeds ja. Ja. Dat het eigenlijk wel onbeleefd wordt gezien, maar toch zeg je geen nee op zo'n moment. Weet je wel. Doe je echt niet. Ja. Als er dingen gebeuren, just know. Dus als er dingen gebeuren, is het wel echt om iets, weet je wel. Ja, niet omdat we geen zin hebben of zo. Nee. Laatst had ik ook een prikkel van. Wanneer was dat? Was het gisteren? Nee, eergisteren. Toen kwam ik in de trein. Dat was heel kut. Ik moest gewoon wachten tot ik bij Amsterdam Centraal was, maar er waren zoveel mensen op tijdstip. En ik dacht, oh my god. Alsjeblieft. Ja. Let me live, people. Let me live. En wat gebeurt er als je zeg maar thuis een prikkel van krijgt? Wat gebeurt er dan? Dat heb ik. Bijna nooit. Maar dan ga ik gewoon heel hard hyperventileren. Maar dan is het meestal wel weg. Ja. Maar dit laat aan. Stel dat heel veel mensen zouden in mijn huis zijn, dan heb ik het wel sneller. Ja, thuis is gewoon een. Thuis is veilig. Maar ik denk, de reden waarom ik ook zeg maar bang ben, is dat ik dan bang ben dat ik flauw ga vallen in menigte en dat iedereen me ziet. Dat is mijn angst. Jongens, oh my god, dit weten ze niet. Ik weet niet of ik mag vertellen tegen de mensen. Ik vraag je nou of ik dat weer mag doen. We waren een keer bij een Jessie J concert. Oh ja, dat is het. We waren een keer bij een Jessie J concert. En we waren daar met Daniel, Katrina, met Noor volgens mij. Oh, ja, we waren met dat is echt heel leuk. We waren met bijna junior song, heel junior songfest van 2015. Ja. En we wilden gewoon samen naar een concert. Dus ik dacht, oh, we gaan Jessie J. Dat was echt heel leuk. Dat was super leuk. Dus we begonnen allemaal dat we in het midden gingen. Ja. We gingen allemaal in het midden heftig. Van staan, zeg maar. We zaten zeg maar om iedereen heen. Ja, stonden net niet vooraan, stonden net niet achteraan, stonden in het midden. In het midden gewoon. Dus opeens zegt Luna van ja, ik word een beetje duizelig. Jij ging toch ook mee toen? Ja, ik ga mee. Ja. Je werd een beetje duizelig en dit en dat en bla. Ja. Dus toen ging naar de wc. Uiteindelijk gaat het te ver. Hè? Uiteindelijk denk je van nu blijft ze echt, ze blijft duizelig worden. Ze blijft duizelig. Ze blijft vaak zeggen dat ze niet moeten weg. Dus ik zeg gewoon van, wij zeiden van ja, we gaan even eruit lopen. Ja. Dus wij liepen zo en ik voel dat ze steeds meer een beetje aan je gaat hangen. Ja, dan merk je dat. Dan steeds meer gaat ze aan je hangen, weet je wel. Dan denk je, oké, van kom op. Echt hangen, dus echt bijna. Maar dit is de hele groep, zeg maar, menigte met mensen. Ja, hier op een klein stukje, we waren bijna eruit. En opeens valt ze gewoon neer. Ze valt opeens gewoon neer. Dus dat is zo eng. En zweet ik waren echt van. Maar toen, hè? Toen kwam een bewaker. En niet een man, het was gewoon een random man. Oh, echt? Het was gewoon echt. Ik schrok me, ik was echt zo. Maar het was wel goed dat hij haar hielp, zeg maar. Het was gewoon een man. Zij was echt zo. En hij tilde haar echt gewoon helemaal op. Ja. En hij bracht haar eruit, zeg maar, want wij konden niet met tweeën. Wij stonden er echt zo shook zo. Wij zouden echt niet met z'n tweeën, wij zouden haar echt niet eruit kunnen brengen. Nee. Dus hij had haar omhoog gehouden, zeg maar, had haar eruit gehaald. Toen was haar vader gekomen. Ja. En toen werd ze naar achter gebracht. Het is Jessie J gezien. Ja, hier waren wij dus niet bij. We waren echt van, waar is Luna? We zaten zo buiten te wachten, weet je, want je kan niet verder. Ja, we waren dus buiten aan het wachten en we dachten echt van, waar is Luna nou? Weet je wat? Ja.
we zijn er kwijt. Maar uiteindelijk was gewoon backstage. En ze had gewoon deze Jay op dat moment gezien. Jammer dat ze er niet bij kan zijn, dat ze het kan vertellen. Ja, dat was echt wel leuk geweest. Dat was echt leuk. Ja. Ik weet dat ik daar naar boven was. Dat was het enige van, zoals, nou, ik heb haar gezien. Ja, dat is heel schat. Het is heel vervelend als je zoiets meemaakt, maar toch was het wel daarna van, ik heb het wel gezien, weet je. En ook gewoon echt dichtbij. Ja. Dat was wel gewoon heel, dat is wel cool. Ze miste niet heel veel van het concert ook. Het was nog niet begonnen. Dat is ook wel chill. Nee, maar ik vond het ook wel naar. Ik weet niet, toen had ik nog geen last van Nika van. Nee, maar jij bent er pas net. Ja. Ik weet nog dat mijn moeder inderdaad zei, nee, dat was niet laat. Dat was 2 jaar geleden of zo. En dan zei ze van, Floor heeft laatst last van hyperventileren. Ja. En toen had jij nog niet tegen mij verteld, zei ik, oh, weet je wel, toen had ik het nooit tegen jou verteld dat hoe dat zei. Ik weet nog, de allereerste keer, was in de Grieks les, 2 jaar geleden denk ik. Echt? Gewoon tijdens de school? Ik weet nog heel goed hoe het ging. Dat is echt gewoon maar trauma. Maar toen wist je niet wat er gebeurde. Ik wist niet wat het was, dus ik ging nog meer stressen door. Ik zat er zo en ik zag gewoon wazig en mensen om me heen, die hoorden ineens keihard, weet je wel. Ja. Vergelijk met mijn eigen stem. Dus als ik praat, zou ik mezelf zachter horen dan hun geluid. Dus ik dacht zo van, oh my god, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Dus ik dacht, ik flauw gevallen. Ja, dat had ik ook een keer flauw gevallen, dus vandaar. Mm-hmm. Want ik wist hoe het was. Ik dacht, oh nee. Dus ik zei tot haar, ik denk dat ik flauw gevallen. We zijn het ook echt heel goed. En eigenlijk was ik niet flauw gevallen. Alles was oké. Maar toen was ik helemaal, toen heb ik het voor echt een... Ik denk niet gehad. Anderhalf, nee, ik heb het wel echt gewoon gehad. Oh, heel elke dag, denk ik. Ja. Alleen toen heb ik het gewoon heel lang gedaan dat het normaal was, terwijl het is niet normaal. Nee. Dus toen, uiteindelijk, anderhalf jaar later, was ik van oké, nu is het te erg, ik had het te vaak. Yeah. En dat, je hoort het niet elke dag dan echt 3 keer te hebben. En op een gegeven moment had ik dat. En dan was ik echt van ja, jongen, dit is niet het leven. Ja, toch? Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, ik moet er echt heel over praten. Dus toen ging ik naar een psycholoog. En die heeft toen gewoon trucjes geleerd, wat gewoon super fijn is. Als jullie trouwens, heel veel mensen hebben gereageerd bij het bericht van oh, ik heb het ook. Dus ik van, heel veel mensen. Ja, dat vind ik ook echt goed, weet je wel. Ja, dat zien dat mensen dat gewoon. Je kan mensen helpen. Ja, precies. Dus namelijk zei ik van, jongens, als jullie last van hebben, ga naar een psycholoog praten met iemand over. Ja, precies. Leertrucjes. Ja. Het is fijn. Het klinkt misschien heel overdreven naar psychologen en zo. Ja, maar psychologen is altijd wel iets wat hoort heel naar, alsof je helemaal gek bent. Het wordt een beetje te erg gezien of zo. Misschien Het is gewoon iemand die je gaat helpen. Ja, het is het enige wat het doet. Ja, soms is het wel echt nodig met dat soort dingen. Mm-hmm. Weet je wel. Het is ook niet eens iets ergs uit, het is alsof je dan gek bent of zo. Nee, het is niet dat je. Inderdaad, ik heb het niet dat mensen dat vaak denken. Ja, dat maar als je een psycholoog bent, dan is er echt iets van. Oh, met jou. Nee, maar dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon nodig soms. Ja, precies. Dat dingen, dat maakt echt niet uit. Weet je. Je hebt het helemaal uit elkaar gehaald. Oké, meestal op het moment van Flore, jongens. Here we go. Want ik, ja, oké, ik was met. En ik ging eens met iemand praten. Met diegene. Heb je dat aan mij verteld? Volgens mij heb je dit aan mij verteld. Was dat toen aan het backstage? Nee. Tina dag is ongemakkelijk. Tina dag is veel gebeurd. Nee, maar kijk, dus echt op waar. En we gingen bijna weg voor zeg maar om naar huis te gaan, want Tina was afgelopen. En toen ging ze met zo'n iemand praten over gewoon bepaalde dingen. En toen keken mijn ouders en heel voor life en voor life's ouders. Oh ja! Allemaal via aan de raam. Hoe ik gewoon afgeweest werd door die jongen. En het was. Dat is het meest ongemakkelijkste ever. Maar dat is ook echt een beetje pijnlijk. Gewoon een beetje. Ja. Een beetje dat was niet heel pijnlijk. Die knuffel was pijnlijk. Zo. Ik zat echt. Ik wil nog geen knuffel geven, hè? Ik was zo van. Bye. En dan was van. Ik was van. Nee. I don't want to. Oh, ik weet nog dat iedereen dacht dat het ja was. Ja, iedereen dacht dat het ja was. Ja, iedereen had gewoon altijd ja gezegd. Dat hij een knuffel daarna gaf. Ja, maar het was een knuffel, maar je zag niet van wat er gebeurde. Oh ja. Oh my god. Dat was het meest ongemakkelijkste. Maar ik vond het echt wel heel stoer van jou zo. Want echt weinig meiden die denken van... Inderdaad, weinig meiden stappen erop af. Stappen erop even op. Maar het was ook heel apart. Want iedereen had wel het gevoel dat er iets aan de hand. Ja, maar dat was ook gewoon de hele 10 dag zat ik er zo van... Zal ik het zeggen? En toen op een gegeven moment was het ik vind het echt stoer van je. Ik op een gegeven moment was het gewoon, en je hebt scheid. Ja, ik vind het echt. Ik ben bang. Ik heb ook keihard afgewezen. Ik was al. Maar het is, ik vind het goed van je of zo. Het is echt, ja.
Nou, dit was dus de video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en vergeet ook niet te abonneren. Wij hebben hier een setje aan van Chiquelle. We hebben allemaal een topje aan van Chiquelle. Dus als jullie het leuk vinden, het link is in de beschrijving. Klik ook nog even vooral op het belletje hieronder en dan zie je ons elke video als eerst. Dank voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Doei! Doeg!